Hoi hoi allemaal, oudejaarsdag, vrijdag. De laatste dag van het jaar, hè? Ja, laatst. Nou, we zijn bijna op ons stekkie. We gaan naar San en Ron, camperplaats Maarhezen. Als goed is zijn we de enige, en zo niet, ook goed. Ja hoor, geen probleem. We gaan de rust opzoeken als het goed is. Ja, ik moet eerlijk zeggen, Moos doet het op zich van het jaar redelijk goed. Hij is pas de laatste paar dagen dat hij 's avonds de deur niet meer uit durft. Nou, jullie gaan het straks zien. Kijk eens even, zoals je ziet, we staan camperplaats Maarhezen en zonnetje schijnt zelfs. Kijk, ik zie mijn schaduw. Er staat wel een beetje wind. Het paadje staat lekker vredig buiten. Nou, echt schitterend. Fijn dat we hier uitgenodigd zijn. Dan kunnen we lekker in alle rust. Nou ja, in alle rust. Je hoort natuurlijk altijd wel wat vuurwerk. Kunnen we lekker de oudejaarsavond doorbrengen. We zijn uitgenodigd. We gaan vandaag lekker een bakje doen. Ron is lekker oliebolletjes aan het maken. Dus gaan we dadelijk eventjes lekker een kopje koffie drinken met een oliebolletje. Of een beetje ouwe hoeren. Dat is van ons wel besteed. Heel leuk. Half maart gaan ze weer open. Dan is iedereen weer van harte welkom hier op de camperplaats. En ik kan je vertellen, het is echt een aanrader. Het zijn erge behulpzame eigenaren. Niks is te veel. Gelijk bij de pan, bij de bossen. En het andere bos daar aan de overkant. Ik weet niet hoe dat heet. In ieder geval bomen. Stiltegebied. Ideaal. Nou, zoals je hebt gezien, we zijn weer gesetteld. We zijn weer. Voordat we dadelijk oliebolletjes gaan snoepen, tas nog even wat klaarmaken, wat gezonds. Zou dat voor mij wezen nog gezond? Dat zou je zelf denken. Nee, ik denk het niet, hè. Ik heb meloen met ham. En jij hebt carpaccio. Carpaccio. Nou, gaan we lekker eventjes voorgerechtje eten. Even een beetje, een klein beetje erin, hè. Het is 2:30. Ik was vandaag lekker vrij al. Mooi tiet. En natuurlijk aanstaande maandag. De eerste maandag van het jaar. Ja, dan ben ik weer vrij, hè. Yep. En, maar dan zijn we al thuis hoor, mensen. We blijven tot de zondag hier. Ja. Want voor mijn moedertje natuurlijk de eerste keer zonder die ouwe. En Siemse moedertje die leeft natuurlijk ook nog. Dus we hebben zoiets van we gaan gewoon zondag naar huis. Kunnen we gezellig nog even bij die ouwetjes nieuwjaar wensen. Ja toch. En dan, dan is weer nieuwjaar. Dan is het 2022. Ja. 21 snel vergeten. Ja, hopen dat het een beter jaar wordt. Maar dat gaat het gewoon worden. Tuurlijk gaat dat het worden. Nou, wij gaan even nog iets anders. Voor de mensen. Wij vinden ze superleuk. We moesten eventjes wennen aan... Ja, absoluut. Soms moest even de ondertiteling aan. Ja. Het zijn twee Belgische jongens. Hebben ook een camper. Die doen ook vloggen. Ze hebben nog niet zoveel abonnees. Ik geloof dat ze nog onder de 100 zitten. Delfin of zo, hè? Ons Delfin. Ons Delfin. Dus doe ze even opzoeken. Kijk even naar ze. Want dat kwam ook weer uit onverwachte hoek. Met de kerst kregen we een super lieve, mooie kerstkaart van hun. Dus ik had zoiets van, mogen we dat melden? Ja hoor, dat mochten we melden. Dus bij deze, Hans en Roman, nog dankjewel voor jullie kaart. En, Verstaan ze dat? Of heb je daar ook iets voor Belgisch voor of zo? Allee! Nee. Dankjewel! Dank! Voor die bloemen! Nee. Nee. Dat is weer wat anders. Maar oké, in ieder geval, hun YouTube-kanaal heet Ons Delfin. Ja, hele gezellige... Hele gezellige gasten. Ja, Roman kan lekker koken. Ja. Ik heb hem nog nooit geproefd. Nee. Hoor je het, Roman? Ik heb het nog nooit geproefd. Maar... Nee, is leuk. Nee, het ziet er echt waanzinnig uit. Het is hartstikke leuk. We gaan ook alles bezoeken en doen. En, Dus gaan een keer bij ze kijken. Zo is het. Nou, wij gaan zo eten. Zo, ben je even lekker een beetje aan het knutselen? Ja.
Ik ben steentjes aan het maken, tenminste. Bij gebrek aan stenen heb ik houtjes. Ja, hier ligt nog een steen. Ja, één steen heb ik, maar de rest... We proberen iedere keer wel stenen te verzamelen, maar het gaat een beetje hard, hè. Dus dan bij gebrek aan, dan maar houtjes. En normale mensen die doen het met veel stift of potloden. Jij met nagellak. Ik doe het altijd met nagellak. Ik vind het mooier. En je hoeft niet te gaan zitten kloten met finish en weet ik veel wat. Nee joh, wij zijn meer van snelle, hè? Ja. Nou, lekker doorrommelen. Ja toch? Ja, eerst even kleren zo stinkt zeg. Nee, lekker man. Nee. Ja, jij vindt dat nooit lekker. Ik wel. Zelfde terpentine en verf. Lekker. Kijk, dan laten we nog eventjes de details zien. Ze is nou aan het schrijven met een... Tandenstoker. Zo'n tandenstoker, ja. Het is best wel een gepielenbal. Ja, nou. Ik heb even uit moeten vinden waar ik het beste mee kon schrijven. En ja, voor mij is dat met een tandenstoker. Ja, joh. En die hebben we altijd bij de hand, dus... Ja. We hoeven al die kwast en penselen niet, hè? Nee. Nou, mooi hoor. Leuk, hè? Nou, kan je toch zien, hè? Als je zo'n oudje vindt, er zit best nog wel wat werk in. Maar is wel leuk. Nee, maar ik bedoel, als wij zo'n vroeger zo'n houtje hadden zien leggen, dan denk ik, nou, dat is mooi pleur in de open haard of zo. Maar... Nee, is niet waar. Nee, maar je kent het misschien. Nee, maar ik bedoel... Wij zouden, net zoals de zwerfstenen, die laten wij liggen. Maar als ik een bordje vind met een mooie tekst erop die ik zelf mooi vind, dan hou ik hem. Dus ik heb hem nog niet. Want nee. We hebben hem nog niet gevonden. Nee. Ja, onze eigen bordjes, maar... Ja, die leg je zelf neer, hè. Oh. Ja. Zo, op de pan weg. Op de pan weg, op weg naar de oliebollenkraam. Ja, we gaan op weg naar de oliebollenkraam. Kijk uit, putje, hè. Dus ja, dat is een aardig putje. Ga je op je gier. Ja. Blijf weer op mijn kook. Nou, wat ik net al zei, we gaan even een lekker bakkie doen. Ja. Beetje ouwe hoeren. Nou, dat is wel aan ons besteed, hè? Ja, jou. Ja, dag. Kijk, zou we eens even omdraaien? Draai jou even om. Blijft echt schitterend, hè? Zijn wij niet gewend, hè? Nee, het enige wat je wel hoort hier, maar ja, gelukkig reageert Moos daar niet heel erg op, is volgens mij karbiet. Ik weet het niet, meisje, of het karbiet is... We zullen het eens navragen aan hun. Hun wonen hier, hun weten het. Ja. Kom, naar de oliebollen. Ja. Kijk eens even. Ze staan al helemaal klaar. Mooie toren. Poeiersuiker op. Poeiersuiker erop. Hoppa, suikerbommetje. Die Ron kent dat wel volgens mij. Nou, dat weet ik nog niet. Ik moest ze eerst nog even proeven. En het is koopmans... Maar weet je... Ja. Het is koopmansbeslag. Maar weet je wat is, Tas? Als wij van die dingen gaan bakken, krijgen we er allemaal van die harken aan. Van die stelen. Ja, dus moet je gewoon elke nieuwe... Ja, doen. Jij wijst er precies weer één aan. Nee, dit ziet hij keurig netjes rond uit. Nou, hè? Goedemorgen allemaal. Goedemorgen. Nieuwjaarsdag. Nieuwjaarsdag. 1 januari. Wij willen vanaf deze kant iedereen een gelukkig en gezond en een... reislustig 2022 wensen. En voor mij gewoon een mooi 2022. Ja, en een hoop gezondheid, dat is het belangrijkste natuurlijk. Dat is het allerbelangrijkste wat er is. Nou, wij gaan een stukje wandelen in de pan. Ja, klein stukje. Want... Het is prima gegaan vannacht. Hè? Ja, het viel me niet tegen, want ik had toen we aankwamen van holy Moses, want een hoop karbiet. Maar ja, Moos reageert gelukkig niet op karbiet. Nee, ideaal. We hebben prima geslapen. Ja, top. We zijn om 10:30 naar bed gegaan. Ja, super. We stonden hier alleen op de campplaats, maar dat wisten we. Ja, is logisch, lekker, want hij is dicht. Ja, lekker de rust opzoeken. Dus, hey, maar we gaan wandelen. Je hebt een paal geslagen. Ik heb een paal geslagen. Ja, ik heb een filmpje gehad van mensen die slaan op een andere manier een paal. Ik laat hem nu even zien. Nou, sla ga je even een paal, dan weten we waar we zijn. Hoe een paal slaan? Ja. Goed gedaan. Het was trouwens super gezellig gistermiddag bij Ron en San. Nou, Zo, en die oliebollen. Ja, echt fantastisch, hè? Normaal gesproken eten wij 1 oliebol. Ik heb er geloof ik 3 of 4 op en 2 appelflappen. Ja, waanzinnig gemaakt.
wij hebben onze adresje gevonden voor de oudersavond. Voor de oliebollen. Volgend jaar nog een pak rond. Echt fantastisch. Hartstikke bedankt. Ja, was erg lekker. Nou, we gaan stappen. We gaan stappen. Voor de mensen dadelijk die denken van... Moos hebben een wit voetje. Moos hebben een wit voetje gehaald. Ja. Kijk, ik zou eens even laten zien. Kijk, loop ik even een stukje naar hem toe. Want volgens mij staat hij niet op zoomen. Oh. Ah, jawel. Kijk. Ah. Nou, Moos heeft altijd heel vaak, tenminste heel vaak, maar heel snel last van dat ze voetzooltjes stuk gaan. Ja. En... Dus ah, zeker ook door dat krassen, hè, komt dat. Ja, hij zit altijd te krassen. En nou... Hij heeft geen haak gehad deze keer in zijn poot, gelukkig. Maar hij heeft dus een klein stukje van zijn voetzooltje af. En als we nou dan in het bos gaan wandelen, doe ik even een verbandje omheen. En s'avonds alleen met plassen krijgt hij een sokje om. Maar, maar binnen is hij gewoon los. Maar het gaat alweer supergoed, hoor. Jawel, hij mankt niet meer. Beetje van die honingzalf erop. Honingzalf en er lag nog antibiotica zalf, dus kom goed. Nou ja, het... We gaan stappen nou. Heerlijk zo met het zonnetje, zeg. Het is geloof ik al 12 graden of zo. Prima uithouden. Zo, even lekker op een bankie. Leuk uitzicht. Kijk. Heerlijk rustig. Zonnetje schijnt. Is lekker, hè? Ook bizar, hè, voor deze tijd van het jaar. Ja, dat is weer niet normaal. Ah, wel lekker. Hoef geen handschoen aan. Geen muts op. Wat willen we nog meer? Nee, het is wel lekker, maar het is niet normaal. Nee, het hoort niet. Maar ja, goed. Het hoort maar. Niet. Je zou haast het zonde. Moosie is ook een beetje aan het rommelen. Lekker hoor. Prima vertoeven zo in de pan, hoor. Af en toe kom je eens een paar wandelaars tegen, maar veel water ook hier, wat je ziet tussen de bossen door. Drassig, maar echt fantastisch om te lopen hier. Want dat hebben we al gespot volgens mij. Wat zoek je, melkpoeier? Oh, melkpoeier is op. Is dat wat? Is heel wat anders, maar... Ik heb er al een foto van genomen, maar... Echt schitterend hier. Kijk hoe mooi, joh.
Super. Maar ja, net wat wij ook tegen elkaar zeiden, van het weer speelt daar ook een grote rol in natuurlijk, hè. Moet je zien. Fantastisch. Het is lekker genieten zo, de eerste dagen hier in 2022. Het begin is goed in ieder geval. Kijk, hier hebben we weer heel iets anders gevonden. Ja, wat is dat precies? Ja, als het goed is, hè. Ik weet niet zeker, want er staat niks meer op. Maar ik weet dat een kennisje van ons, ja, die doet dat wat wij doen met de stenen wegleggen of de bordjes, heb je dat ook met cadeautjes, met kleine cadeautjes. En die verstoppen mensen dan of leggen ergens neer. En dan staat er ook een briefje bij voor een glimlach. En 9 van de 10 keer, kijk, wij zetten dan op onze bordjes Adriaan toe. Mm-hmm. Maar daar staat dan niks op. Alleen voor de mensen met een glimlach. Maar dit is helemaal vervaagd. En wat zit erin dan? Hier zitten wijngums in. Ah, oké. Okay. Dus die mensen kunnen dat meenemen en om een glimlach op hun gezicht te krijgen. Ja, en de ene keer zit er je hebt wel eens piep van Yves Rocher of zo. Dat je zo wat erbij krijgt. Ja. Een of ander, weet ik veel. Proefmonstertje of zo. Ja, proefmonstertje of een klein kettingkie of weet ik veel wat. Nou, maar waarom wijngums en geen 1000 euro of zo? Dat weet ik niet. Zit er niet in, hè, toevallig. Nee, maar het is wel hartstikke leuk. He? Ja, vind ik wel. Toch? Ja. Glimlach. Nee, maar... Nee, is hartstikke leuk. Het gaat om het gebaar, hè? Ja, zeker. Nou, weer wat. Weer wat nieuws. Lekker naar mijn huis. We hebben nu een kilometertje 4 gedaan. Nou zijn we hier bij dat monumentje en dan... Dus dat is op de terugweg. Dus op de terugweg. Dan gaan we die kant op. In mijn kraanhuis. Nou, dan gaan we dat sowieso even doen. Ik heb al gespot. Rustig lopen. Beetje stil in de tas. Ja, ja. Kijk, daar is die. Zo, we zijn weer gearriveerd bij ons stekkie. Lekkere wandeling, schitterend weer. Nou, zalig. Rallyauto. Ja, even kijken. Hoe bedoel je vuil? Goed, elke keer als ik op de stalling aankom, dan is die afspuitplaats bezet. En ik heb geen zin om te staan te wachten. Dus dat komt nog wel een keer. Ja, ons kom je toch niet aan met dit weer. En dan is hij schoon en dan... Kijk, ik heb even nieuwe lampjes ook voorin gelegen. In de Hatzenvlassenhut. Ja, dat komt omdat je van de week je boa omgehad hebt, hè? Ja, dat scheelt. Nou, we gaan lekker naar binnen. 2. Zo, even een bakje soep eten. Bakje soep. Bakje soep, boterhammetje erbij. Nou, lekkere wandeling gehad. Dat is lekker. Lekker weer in de camper. Lekker een beetje chillen. Tukkie doen. En vanavond natuurlijk weer het bekende recept, hè. Oh, wat? Dat zien ze zo meteen. Wordt vervolgd. Lekker zo emotie, al die soepies. Hé? Hoi. Hij staat aandachtig te kijken, hè. Want... Als je even een boterhammetje aan het klaarmaken, had je zoiets van, hey. Nou, hij denkt gewoon soepballen. Oh, denk soepballen. Hij. Nou, ik denk dat we wel soepballen hebben, hoor. Leus. Ja, eens even kijken. Ja, het is nog erg warm, jongen. Gaan we nog maar niet doen, maar ze zitten erin. Ah, we hebben genoeg ballen. Stuiterballen. Stuiterballen, ja. Nou, de kerstmisboom staat er nog, maar het is de laatste dag. Morgen als we in de stalling zijn, gaan we weer inpakken. Zeker weer in de schuur. Ballen eruit, lichtjes eruit. Mm. Ik
kunnen we hem volgend jaar weer optuigen. Zo, goede voornemen voor het nieuwe jaar. Ja, 1 januari, we moeten de traditie gewoon weer voortzetten, hè. Ja, we moeten niet te veel afwijken. Nee, dat wordt te gek, hè. Je krijgt hier trekjes van, dat moet niet. Nou, lieve mensen, eet smakelijk. Eet ze. Hoi! Goedemorgen allemaal. Middag. Oh ja, het is alweer middag. 1:15. Op de zondag. Ja, lekker weekend gehad. Heerlijk. Ja, absoluut. Absoluut. Ron en San, super bedankt voor jullie gastvrijheid. Hopen voor jullie op een mooie 2022. En dat de plannen eindelijk een keer door mogen gaan. Ja. Dat de gemeente eens een keer over de brug komt. En ja. Ja, wij hebben het prima na ons weekend gehad. Of na ons zin gehad. Ja, prima weekend gehad. Prima na ons zin gehad. Het is een wat kortere vlog. Maar ja, we hebben niet zo gek veel kunnen doen. Moosie zijn pootje. Het gaat op zich nu hartstikke goed. Hij is weer mooi dicht. Ja, hij is weer dicht. Dus zoals je gezien hebt, gisteren naar de pan geweest en dergelijke. Gisteravond hebben we nog lekker televisie gekeken. En lekker gerelaxed, hè. Nou, morgen hebben we in ieder geval nog een dagje. Maar zoals jullie weten... zijn we vandaag naar huis gegaan. Gaan we nog even bij onze moeders langs. Even gelukkig nieuwjaar wensen. Voor alle mensen die ons volgen. Super lief dat jullie de moeite altijd nemen. Om eventjes feedback te geven op de vlogs. Ja, heel leuk. En dat was die. En bedankt iedereen weer voor het kijken. En op een mooie 2022. Zo is het. Nou, je ziet ons volgende week weer. Hoi hoi. Doei doei.